De Zwartenhovenbrugstraat is gisteren officieel opgeleverd. De straat is aangepakt vanaf de hoek van de Nassilaan tot het Molenpad, een wegstrekking van bijkans 2 kilometer. Het project heeft $11 miljoen gekost en heeft bijna 3 jaren geduurd. De Zwartenhovenbrugstraat is niet alleen gerehabiliteerd, maar het rioleringssysteem is helemaal aangepakt. De DC van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, zegt dat Paramaribo al jaren te kampen heeft met een rioleringsprobleem. Volgens Farsi Koda Bux, directeur van Baitali NV, heeft zijn bedrijf de weg gerehabiliteerd en ook 2 kilometer aan riolering aangelegd. Het is een ergernis voor de samenleving. Riolering, dat is onzichtbaar, dat is onttrokken aan het oog. Wij zien dat niet. Wij weten niet wat daar onder de grond gebeurt. Maar we merken de gevolgen daarvan bovengronds. Zo ook heb ik kunnen aanschouwen dat de Zwartenhovenbrugstraat natuurlijk in beweging is. We hebben de verschillende verbeteringen kunnen zien, aanschouwen. De samenleving is u daarvoor dankbaar. In hoofdlijnen hebben we 2 kilometer aan hoofdriool aangelegd in het midden van de weg. Op sommige plekken een enkele streng, op andere plekken weer een dubbele streng. En aan weerszijde van de weg is er een laterale riool aangelegd die weer verbonden is met, het hoofdriool. Along the way zijn natuurlijk alle kruispunten en alle overige ontwateringsinfra meegenomen. Waar nodig is ook gewerkt aan de utiliteiten, EBS, Telestuur, SWM. En omdat je natuurlijk ondergrond werkt, moet je een heleboel graafwerk verrichten. Dus we hebben 1 keer ook meegenomen een compleet nieuwe wegconstructie, verharding en fundering. En nu, 3 jaar na dato, leveren we dat vandaag op. Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken van Openbare Werken, geeft aan dat niet de hele Zwartenhovenbrugstraat kon worden afgesloten. We moesten in blokken werken, zegt Mohan. U hoort ook OW-minister Riyad Noor Mohammed die aangeeft dat de Zwartenhovenbrugstraat een modelproject is geweest en dat deze aanpak toegepast zal worden bij andere projecten. En dat is dan ook gebeurd. Dus daarna is successievelijk is eerst Nassilaan tot Keizerstraat, daarna Keizerstraat tot Neumannpad, daarna Neumannpad tot Dr. Sophie Redmondstraat en dan van achter weer terug naar voren. Ik kan niet alle blokken noemen, maar zo is het geweest. En dan heeft het lijkt lang geduurd te hebben, maar als je ook, eigenlijk 3 maanden lang was eigenlijk de weg begaanbaar. Maar toen het kruispunt nog niet bij Kwaku, want dat had wat extra planning nodig. En een beetje geluk bij ongeluk heeft dat van de lockdowns en de situatie van het land, van COVID, heeft gemaakt dat het verkeer minder was, waardoor we het kruispunt sneller konden afsluiten en dan vlotter konden werken. Dus dat is een kleine positiviteit van het COVID-gedeelte geweest. Waarbij de weg speciaal aangepakt is en de verkeersveiligheid en de ontwatering. Drie bijzondere dingen in dit ontwerp. U hebt gezien, de weg is in feite dezelfde breedte, maar heeft wat meer rijbanen. Ze zijn smaller geworden. Dat zorgt voor een stuk veiligheid, want mensen zijn geneigd langzamer te rijden. Dus we moeten leren hoe de burgers dat vinden. Een tweede ding is dat de weg voorzien is van paaltjes op de berm. Je weet, dan heb je dat gedoe niet meer van parkeren op de berm. En de burgers hebben een stuk veiligheid gehad. En de derde ding is de ontwatering. Laat me zeggen, de ontwatering onderaan is goed aangepakt. Maar daarmee heb ik niet gezegd dat de problematiek dat het water weg zal gaan. Omdat de pompgemalen natuurlijk het water van de ondergrond moeten wegpompen naar de rivier. Tot zover minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. En daarvoor Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken. Ze spraken gisteren bij de officiële oplevering van de Zwartenhovenbrugstraat. Het rehabiliteren van de weg heeft bijkans $11 miljoen gekost.